Hi, daar heb ik weer een shoplog voor jullie, want ik heb best wel veel geshopt de afgelopen maand. Dus ja, zo heb je een hele periode zonder shoplogs en zo heb je er een heleboel. Volgende maand ben ik ook nog plan om wat te gaan winkelen. Twee keer, dus dan komt er waarschijnlijk alweer een shoplog. Maar goed, dit is in ieder geval wat ik afgelopen maand heb gekocht. Het is voornamelijk make-up. Bijna alleen maar make-up. En drie andere dingen. Dus laten we beginnen met, nou weet je wat, ik ga het gewoon per make-up merk doen. Ja, ik ga het gewoon per make-up merk doen, dus dat is wat makkelijkste. Dus ja, dan beginnen we maar eventjes met deze twee dingen. Zoals je waarschijnlijk al weet, als je meer van een filmpje hebt gekeken, is dat ik dus naar school ga voor make-up artist dingen. Dat klonk niet logisch. Make-up artist school. In ieder geval, ja, Nederlandse beauty school. In ieder geval, dan is het wel handig om, weet je wel, allerlei kleuren foundation te hebben. En eigenlijk had ik nog niet echt heel veel. En had ik een tijdje geleden wel een hele lichte foundation gekocht. Van, ik heb donkere kleuren, dus dat heb ik dan weer wel. Maar het ging niet echt hele lichte kleuren. En weet je, het is gewoon handig om goed te kunnen mengen. Dus een tijdje geleden had ik wel een hele goedkope foundation gekocht van New York Color. Maar die bleek waardeloos te zijn. Hij is goed als concealer met een sponsje, dat wel. Maar op het hele gezicht wordt hij gewoon, ja, vegerig, vlekkerig, gewoon niet ideaal. Dus ik moest het beters hebben. Dus toen dacht ik, nou, laat ik het dan gelijk goed doen en iets kopen waarvan ik gewoon weet wat het gaat dat het gaat werken. Namelijk de L'Oreal True Match. Ik heb er zoveel goede dingen over gehoord. En ook al heb ik het zelf nooit geprobeerd, want hij is namelijk 2 euro duurder dan de Wanted to be Perfect van Bourjois die ik zelf gebruik. Maar goed, ik had zoiets van, laat ik het eens een keertje kopen. Want weet je, ja, mensen zouden er niet zo gewoon positief over zijn als waardeloos spul zou zijn. Dus heb ik de lichtste kleur toen gekocht om het uit te proberen. Hier komt nog een review van online, of die is al online gekomen, een van de twee. Op mijn blog dus. Maar goed, dit is in ieder geval de kleur Ivory Rose, oh, Rose Ivory in het Nederlands. Ja, hij is gewoon echt super goed in ieder geval. Hij dekt mooi, hij ziet er gewoon prachtig uit. En ja, ik vind het echt wel een fantastisch spul. Dus toen ik deze had getest, dacht ik van, nou, dan moet ik het wel kunnen mengen. Want niet iedere model heeft natuurlijk dezelfde huidskleur. Dus heb ik ook deze gekocht. Dit is de donkerste kleur die ik kon vinden. Bij Kruidvat had ik deze gekocht. Deze heb ik bij de Douglas gekocht. Via internet. Maar goed, dit is in ieder geval de donkerste die ik kon vinden. Deze heet Golden Cappuccino. Deze heeft een beetje roze ondertoon. Deze heeft een beetje gele ondertoon. Maar als je ze mengt, dan zijn ze gewoon, ja, weet je wel, neutraal eigenlijk. Dus ja, met deze twee kan ik voor iedere huidskleur een mooi kleurtje mengen. Dus dat is altijd een pluspunt. En ja, deze waren trouwens 18 euro, nog wat ongeveer per stuk. Ze zijn niet heel goedkoop, maar ze zijn wel heel erg mooi. En je hebt ook niet super veel nodig, dus dat scheelt. Goed, vervolgens heb ik ook nog wat bij Yves Rocher gekocht. Om te beginnen een parfum. Dit is het eerste niet-make-up item. Dit is de geur So Elixir Purple. Ik heb altijd problemen met het openkrijgen van deze doosjes. Niet normaal. Ja, jammer genoeg hebben we nog geen geurcamera's ontwikkeld, dus ik kan hem je niet laten ruiken. Maar hij ruikt in ieder geval super lekker, een beetje naar bloemen. En ik weet niet, het is ook een luchtje wat ik zelf pluspunt vind, is dat je hem zelf ook blijft ruiken. Ik heb ook van die parfums van, dan zegt een ander van, goh, weet je, dat ruikt lekker. En zelf is iets van, je ruikt het dan al niet meer sinds 5 minuten dat je het op had gespoten. Deze blijf je zelf ook ruiken. Het is gewoon, ja, spuitflaconnetje en simpel en, ja, typisch Yves Rocher eigenlijk. In ieder geval vond ik hem heel lekker ruiken. Normaal gesproken is hij 35 euro, maar bij Yves Rocher is heel vaak dingen in de aanbieding. Deze keer was dit in de aanbieding voor maar 15 euro, geloof ik. 16, 15 of 16 euro. Is nogal een verschil, dus ik vond het een goed moment om te kopen. Verder kreeg ik daar nog bij en, oeps, er is wat gevallen. Hoe dan ook. Zo. Verder kreeg ik daar toen nog bij een oogpotlood van Yves Rocher ook, dus uiteraard, ja. Natuurlijk, van Yves Rocher, bij een Yves Rocher bestelling. Dus ja, dit is de kleur Blue. En het is gewoon zo'n waterproof, uitsteekbaar, uitdraaibaar, je snapt het punt, oogpotlood. Ja, ik hoop dat ik het kan zien op camera. Het is gewoon een mooi oogpotlood. De waterlijn valt er niet heel erg op, maar ik moet nog even uittesten op het ooglid gewoon. Ik denk dat hij wel heel mooi is. Gewoon aan de swatch al te zien. Dus ja, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n oogpotlood van Yves Rocher uitgeprobeerd, dus ik ben benieuwd. En wat ik er nog meer gratis bij kreeg, was een lampje. Om te beginnen projecteert hij de tijd. Ik weet niet of je het zo kan zien of dat dus slecht is voor mijn camera trouwens. Maar goed, hij projecteert dus de tijd. Nou, het is licht, kan je niet zien. En wat hij ook kan is licht geven. Ik gebruik hem eigenlijk niet als wekker. Ik hoop dat het niet te licht is om dit te zien. En dan projecteert hij ook sterretjes op het plafond. Ik vond hem grappig en ja, het zat er gratis bij. Dus ik zeg nooit nee tegen gratis spulletjes. Er zitten trouwens wel 3 batterijen in, dus ik ben benieuwd hoe lang die batterijen meegaan.
Dus ja, het volgende wat ik kocht was twee make-up items weer van NYX. Deze kocht ik allebei bij de Douglas via de website. Er waren iets van tussen de 5 en 6 euro of zo. In de kleur Milk. Ik had deze al, maar de dop was verrot en daardoor schoot hij er een barst in. En daardoor schoot hij veel te ver naar beneden, waardoor dus deze punt plette. En dat was een beetje lullig. Dus die gebruik ik nu gewoon voor mezelf. En deze stop ik in mijn make-up kit. En ik wilde ook de zwarte hebben, want voor smoky eyes vind ik hem heel erg mooi. Hier heb ik ook nog een review van doen. Met een plaatje van hoe ik smoky eye erbij heb gemaakt. Weet je wat voorheen voor smoky eyes gebruik ik bijvoorbeeld graag de Color Tattoo van Maybelline in die zwarte kleur. Timeless Black geloof ik. Maar die is 2 keer zo duur als deze, dus dit is iets voordeliger. Dus ja, ik zal deze ook even zwart laten zien. Ze zijn echt gewoon super mooi zwart en wit dus. En ik hoop dat je de witte kan zien op mijn huid. Maar goed, ze dekken gewoon echt prachtig. Ze zijn gewoon goed om uit te blenden. Ze zijn goed om eyeliners mee te zetten. Deze, de witte, is ook heel goed als basis. Die heb ik ook onder het paarse gebruikt wat ik nu mijn ogen heb. En ja, ik vind het gewoon fantastische dingen. En ja, misschien dat ik er nog meer kleurtjes van koop, want ze zijn gewoon heel handig. Vervolgens heb ik nog een lakje gekocht. Dat was een kwestie van mooi van lelijkheid. Mijn nagels zien er niet uit. Wees gewaarschuwd. Maar dit is hem dus op de nagels. Dit is met groene glitter eroverheen. Dit is enkel. Gisteren werkte postbezorger, dus daar hebben ze het eraf gesleten, maar goed. Het is in ieder geval het kleurtje Vacation Time van Sinful Colors. Bij de Kruidvat gekocht voor €1,99 geloof ik, zoiets. Ik vind het persoonlijk een ongelofelijke kotskleur. En ja, dat soort dingen zie ik er altijd graag als uitdaging. Dus ja, weet je, ik ben van plan om er iets van een vintage-achtige nail art mee te doen. Ik vind het op zich als die op je nagels zit, is wel een mooi kleurtje. Alleen een potje is die echt, ja, ik weet niet. Ik denk dat dit zo'n lakje wordt waarvan ik zoiets heb van, ik weet niet waarom ik hem mooi vind, maar ik denk dat het wel een favoriet gaat worden. Want ik weet niet, ik heb iets met dit soort kleuren. Van die kleuren dat je echt denkt van, waarom? Maar goed, vervolgens het laatste niet make-up item wat ik gekocht heb, namelijk een plaat. Want ik had nog niet genoeg platen, en nog steeds niet eigenlijk. Dus ik ga denk ik volgende maand weer even langs de platenzaak. En dan komen er wel weer platen langs in een shoplog als ze leuk hebben in ieder geval. Dit is in ieder geval weer een David Bowie plaat met heel veel leuke nummers. Dus ja. En ja, dan het laatste gedeelte is het grootste gedeelte. Dus die heb ik allemaal gekocht bij beauty88.nl. En het is allemaal Make-up Revolution, maar kende ik nog niet. Maar ik zag een review op de website van Vera Camilla. En ik had zoiets van, het eyeshadow palet was dat review. En ik had zoiets van, wauw, die zou nuttig zijn voor mijn make-up kit. Dus toen heb ik het besteld, maar toen was ik op de website. En toen zag ik ineens ook een fixing spray en een contour kit en lipsticks. En ik kon het niet laten, dus ik heb wat meer besteld dan ik eigenlijk van plan was. Laten we beginnen met de fixing spray. Van al deze dingen komt trouwens ook nog een review online op mijn blog. Of is al online gekomen, mijn planning is een beetje apart. In ieder geval, dat komt eigenlijk gewoon, weet je wel, ik doe 1 keer in de week een review. Dus als ik meerdere dingen te reviewen heb, dan wordt het over meerdere weken verspreid. Dus ja, weet je, aan de shoplog is het gewoon 1 ding. Dus vandaar dat ik dan niet precies weet wat allemaal online is. In ieder geval, het eerste wat ik gekocht heb is de fixing spray. Tenminste, ik heb dan het gelijk gekocht, maar het eerste wat ik opnoem is de fixing spray. Hij werkt goed. Het was de eerste keer dat ik een fixing spray gebruikte, dus het is niet zo ik echt kan vergelijken ofzo. Maar ik vind in ieder geval dat hij goed werkt. Hij prikt niet, hij spuit gewoon en droogt echt binnen een halve minuut. En de hele dag bleef mijn make-up gewoon mooi en pas echt helemaal laat in de avond werd het een beetje shiny. En dat is nogal een prestatie, want ik heb echt een heel vettige huid. Dus ja, ik ben er in ieder geval heel blij mee. Ik had het gewoon gebruikt in combinatie met mijn Bourjois. Ja, met mijn Bourjois foundation, 123 Perfect foundation. Maar goed, het is gewoon schudden en weet je, gewoon je make-up zoals gewoonlijk aanbrengen. Dan schudden voor je het gebruikt. 8 to 10 inches, ik weet niet hoe ver dat is, dus ik heb me gewoon zoiets gedaan. Ik had geen zin om het te gaan zitten converteren naar centimeters. En dan gewoon een beetje sprayen, wel met je ogen dicht natuurlijk. Je moet het niet inademen of in je ogen krijgen. En ja, weet je, dan gaat het gewoon drogen en dan zit het goed. Dat was een hele heldere uitleg, maar niet eens. In ieder geval, hij werkt prima en er komt nog een review van de line op blog als die nog niet online is gekomen. In ieder geval weet je nu alvast hoe die gaat eindigen, die review. Hij werkt goed. Dus ja, vervolgens heb ik ook een contourpalet gekocht. Dit is C04, volgens mij hebben ze meerdere versies. Ik vond het in ieder geval het mooie vanwege de highlighter. En er staat ook op bronzer, highlight en blush. De blush is bruin, maar voor de review heb ik hem wel gebruikt als blush. En het is nog mooi ook. Het is ook wel erg natuurlijk, omdat bruin is en niet, weet je, een kleur. Maar hij is op zich wel heel erg mooi. Maar deze zou je prima als bronzer kunnen gebruiken als je een beetje glowy bronzer wil.
Deze heb ik gebruikt om mee te shapen. Die werkt ook prima. En deze natuurlijk als highlighter. En ja, ze zijn gewoon echt super mooi. Super grote vlakken ook. Dus ja, weet je. Het gaat best lang mee, denk ik. En ik zal het ook even swatchen. Oké, ik hoop dat je het kan zien vanaf deze afstand. Er komt ook nog een review van online op mijn blog. Again, als dat nog niet online is gekomen. En dan kan je het beter zien op de foto. Maar ik hoop dat je het zo kan zien. Het zijn in ieder geval hele mooie gepigmenteerde kleuren. En eigenlijk was dit de eerste keer dat ik echt een highlighter probeerde. Echt eentje die echt gewoon goed pigment heeft. En ik moet zeggen, ik vind hem echt super mooi. Dus ja, in ieder geval, dit gaat in ieder geval denk ik wel een favoriet worden. Ik ga hem zelf denk ik ook wel vaker gebruiken, maar eigenlijk al voor mijn make-up kit. Maar tja, ik vind hem echt super mooi in ieder geval. Verder heb ik 3 lippenstiften gekocht. Eentje van moet ik nog uitproberen, dat is de nude versie. En de andere heb ik ook al uitgeprobeerd. Wel, dat zijn de paarse en een groene. De groene heet Atomic Serpent. Gewoon super mooie donkergroene kleur. Even kijken, hier hebben we nog ruimte over. Atomic Serpent. Heel mooi op de lippen. Dekt heel mooi. Ze drogen geen van, tenminste, van de kleuren die ik gebruikt heb, de 2. Die drogen in ieder geval niet uit. En ze voelen gewoon lekker creamy aan en ze dekken ook mooi. Dan degene die ik nu draag. Die heb ik trouwens wel met een blauwe eyeliner eronder aangebracht. Omdat dan ben je weer meer bij de kleurtoon paste van het paars onder mijn ogen. Dat is meer een koele toon, dit is meer een warme toon paars. Maar op zichzelf is die ook heel mooi in ieder geval. Deze heet Make Me Magnificent. En die dekt ook gewoon heel mooi. En wat ik van deze wel mooi vind, hij heeft echt shimmers en glitters erin en alles. Dus hij glanst echt van je lippen. Dat is gewoon echt, vind ik super mooi. En de laatste heet gewoon simpelweg nude. En dat is een matte nude kleur. Die moet ik nog gebruiken, maar hij ruikt echt heel typisch. Hij ruikt echt heerlijk zoet. Dus ik ben heel benieuwd hoe die smaakt. Ga ik denk morgen even uittesten. En ja, ik hoop dat je het zo kan zien op mij uit. Het is in ieder geval een mooie matte nude tint. Beetje warme tint. Dus ik ben benieuwd. Ik had al een matte nude lipstick, maar die is wat donkerder. Dat is eentje van Sleek in Bare All. Heet die. Deze is ietsje lichter, dus ik ben benieuwd. En tot slot heb ik dan het palet gekocht, waar het eigenlijk om ging. Dus ja, dit is het Ultra Professional Eyeshadow Flawless Matte Palet van Makeup Revolution. En hij gaat best wel moeilijk open. Alle kleurtjes hebben trouwens nog een naampje ook, dat verbaasde me nogal. Niet heel veel palets met 32 kleuren hebben alle 32 een naam. Een mooie grote spiegel zit er ook in. En gewoon echt iedere nude kleur voor iedere huidtoon die je ooit nodig kan hebben. Ja, het pigment is ook gewoon super mooi. Oké, deze gaat vaak niet te zien zijn op mijn huid, maar je snapt mijn punt. Het pigment is gewoon echt super mooi ook. Ja, ik heb hem al 2 keer gebruikt, geloof ik. Ja, 2 of 3 keer. Nee, 2 keer. Ik heb hem al 2 keer gebruikt en ik ben er heel tevreden over. Hij is wel een beetje poederig. Maar alleen lijkt het wel op het palet zelf en op je ogen. Het is niet echt dat je echt fallout heel erg hebt. Ja, een beetje bij nude kleuren maakt het soms heel veel uit. Ik vind het in ieder geval heel mooi. Je kan gewoon lekker zijn of zijn met de kleuren. Dus niet dat je heel veel moet opbouwen. Het is heel mooi gepigmenteerd. En ja, ik vind gewoon het hele palet er ook mooi uitzien, dus. Ja, de spiegel is gewoon natuurlijk heel mooi. Gewoon lekker groot. En ik hoop dat ik net niet jullie verblind heb met de lamp die erachter staat, die dus in de spiegel reflecteerde. Sorry als dat wel het geval is. In ieder geval, ik vind hem gewoon ook mooi, ja, luxe uitzien eigenlijk. Gewoon glanzend en die gouden letters. Dus ja. Ja, dat was alles wat ik gekocht heb in ieder geval. Ja, het is wel meer dan dat ik normaal koop, maar eerlijk is eerlijk, het is wel voornamelijk voor dingen van, weet je, werk en oh shit, ik heb net die highlighter tegen mijn broek aangeduwd. Oeps. Nou ja, dat gebeurt bijna altijd met swatches. In ieder geval, dus ja, dat was alles wat ik gekocht heb. Ja, van een deel komt er nog een review online op een blog of is al online gekomen en dus ja. Ja, dat was dus een complete shoplog. Ik ben slecht in het eindigen van filmpjes, hè. Nou ja, in ieder geval, dit was dus de complete shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Heel veel bedankt voor het kijken en tot... Hoi! Het leek me leuk om vandaag eens een keertje een roomtour te doen. Want ik heb eindelijk de zolder helemaal zoals ik hem hebben wil. Al een tijdje eigenlijk, maar ik was vergeten om er nog een roomtour van te maken eigenlijk. Dus ja, het leek me niet...